Vandaag ga ik een rondje Goffert lopen met een voetbalcommentator uit Beek. Hij is begonnen als 16-jarige jongen bij RTV Nijmegen, de voorloper van RN7. Amateurwedstrijden, NEC, Eredivisie en toen zelfs Champions League. Vandaag ga ik een rondje lopen met Teun de Boer. Hoi Maurice. Teun, hoe is het eigenlijk ooit begonnen? Hoe kwam je op het idee om voetbalcommentator te worden? Als kind van een jaar of, nou laat ik zeggen, 10, 12 denk ik, ging ik heel graag bij mijn schuurtje met de radio zitten en dan zet ik langs de lijn aan. Ja. En dan proberen om daar een beetje mee te komen. Ik vond de snelheid van praten heel erg leuk. Ik vond de spanning die langs de lijn met zich meebracht heel erg gaaf. Toen kwam ook de tijdperk van de Nintendo GameCube waar je FIFA op kon spelen. Ja, en dan ging het commentaar van Evert ten Napel en Juri Mulder uit. Ging ik zelf aan, mijn broer werd er gek van. Die had namelijk de GameCube op zijn kamer staan. En op dat moment dacht ik, ja, dat lijkt me ook heel gaaf om dat later te doen. Niet wetende dat dat dan ook echt zou kunnen. En toen kwam je bij de voorloper van RN7, hè, de lokale omroep. Toen nog RTV Nijmegen volgens mij. Ja, RTV Nijmegen 1 nog. 16-jarige jongen. Welkom bij N1C, het wekelijkse programma op Stadsomroep N1. Hoe kom je daar binnen? Nou, eigenlijk ben ik begonnen met het sturen van een brief met een opgenomen samenvatting van een wedstrijd die ik online had gevonden op mijn oude laptop. Super slechte audiokwaliteit. En die heb ik naar de NOS gestuurd. Toen was ik 15 of 16. Ja. En toen kreeg ik een handgeschreven of een getypte brief terug van de NOS, van een van de leidinggevenden van het sportgedeelte. En die gaf mij het advies, ga eens kijken, je hebt op zich een fijne stem, maar je bent nog een puber, dus die is ook nog in ontwikkeling. Ja. Ga eens kijken of je bij de regionale of lokale omroep die iets met sport doet, kan beginnen. Want je moet, het is een ervaringsvak, meters gaan maken. En dat heb ik toen gedaan. Toen heb ik Ronald Peters aangeschreven. Dat is in de oude RTV Nijmegen wereld zeker een bekende naam. Ja, regiosport, hè? Regiosport was toen ook echt wel een begrip. Heel veel amateurwedstrijden werden toen nog live langs de lijn verslagen. Je hebt NEC-wedstrijden die toen eigenlijk de hoofdmoot vormden. En ik mocht toen van Ronald bij de amateurwedstrijden beginnen. Dus ik heb langs de lijn gestaan hier nog bij de Eendracht bij NEC Amateurs. Tegen Roda Raalte volgens mij. En dan komt het moment, je zei de bekerwedstrijd in de arena. Dat was eigenlijk toen al, je zei nou, als ik nou ook ooit een keer in een groot stadion, waar het echte werk zit. Dat kwam dus doordat NEC zo ver aan die beker kwam. Ja, dat was mijn geluk ook. Die eerste rondepartij was tegen FC Eindhoven in Eindhoven. Dat was eigenlijk mijn eerste stadionwedstrijd. Ik kan me niet herinneren dat ik zo nerveus was. Ik weet ook dat het toen der tijd ook goed geluisterd werd naar de uitwedstrijden, want dat was een bekerwedstrijd, die werd niet uitgezonden. Nee. Dat waren wel een paar duizend luisteraars. Dat vond ik echt al ongelooflijk veel. Wanneer was het moment dat ze zeiden van, we zetten je nou op de echte wedstrijden gewoon van NEC? Ja, dat was het seizoen daarna. Dus toen had ik eigenlijk alleen de bekerwedstrijden gedaan. En toen maakte Bart Hellinga nog de planning. En die had toen met Ronald besloten dat ik binnen dat teampje kwam dat ook NEC versloeg. Wie was nou je grote voorbeeld? Ja, dat was toch Evert ten Napel. Vanwege zijn woordkeuze. Ik vond het altijd fantastisch hoe hij op dingen kwam waar je als kijker niet op kwam en het toch goed wist te duiden. Ja, dat is gewoon heel knap en dat kon eventueel goed, want inmiddels doet hij het niet meer. Hè? Nee. En dat lijkt me ook lastig, want je hebt nu de overstap gemaakt van radio. Hè? Op een gegeven moment ben je nu naar televisie gaan doen. Heel anders natuurlijk. Ja. Was dat wennen voor jou? Ja, heel erg wennen. Ja, ik weet nog wel dat ik mijn eerste test had bij Fox Sports toen de tijd. En die eerste tests waren gewoon echt niet goed. Dat was veel te veel en veel te hard, veel te enthousiast ook bij alles, energielevel constant op 100. En dat moest, ik geloof wel, 3 keer opnieuw voordat ze het idee hadden dat ze een samenvatting een keer konden laten inspreken en ook nog konden uitzenden op tv. Puur en alleen op het feit dat ik radio gewend was en dus te veel wilde. Ja. Ik las een interview dat je zei, ik doe niet met alle adviezen wat. Je moet weten met wat je wel wat doet en niet. Hoe filter je dat? Dat filteren is heel eenvoudig, want je moet gewoon mensen kiezen waarvan je wat aan moet nemen. Dat zijn in ieder geval familieleden die je serieus neemt en die je ook objectief kunnen beoordelen, denk ik, als je het ze vraagt. En het zijn mensen die binnen je werk belangrijk voor je zijn. Dus dat zijn collega-commentatoren waar ik feedbacksessies mee heb of heb gehad. Maar dat is ook zeker gewoon je leidinggevende, degene die de planningen maakt en bepaalt wie er op welke wedstrijd staat. Want je wil wel op basis van die feedback ook beter worden. Maar weet je, iedereen mag zeggen wat hij wil. En ik weet ook, dit is een vak waarin je nooit 100% mensen tevreden kan maken. Dat probeer ik wel te doen, dat is wel mijn doel. Maar het heeft ook te maken met de kwestie van smaak. Ja. En iedereen heeft zijn eigen favorieten. En als ik niet de favoriet van iemand ben, dan moet ik daarmee leren leven. En dan ga je daar op een goede manier mee om. En dus ook met kritiek, want iedereen mag kritiek hebben, hoort erbij. Hoe bereid jij je voor op zo'n wedstrijd weekend?
je bent gewoon uren bezig met voorbereiden. En dat kan variëren van een uurtje of drie tot een uurtje of zeven of acht. Dat hangt er ook maar net vanaf welk team je hebt. Je komt bij ESPN, of bij Fox was dat toen nog, hè? De tegenwoordig ESPN natuurlijk. Ja. En dan begin je een beetje, nou, Duitse competitie heb je gedaan. En dan ga je in de tweede divisie, eerste divisie, hè? De keukenkampioen divisie, eredivisie. Maar dan? Ja. Dan zit je eigenlijk in één keer zit je ook in de Champions League. Hoe is dat gegaan? Heb ik een keer via een collega contact gekregen met RTL, omdat zij naar een darts-commentator op zoek waren. En dat is eigenlijk mijn tweede sport altijd geweest. En die volg ik ook al echt van jongs af aan. En dat heb ik ook altijd een beetje in het achterhoofd gehouden. Als ik dat erbij zou kunnen doen, zou ik dat heel gaaf vinden. En daar heb ik toen tests voor gedaan. En daar ben ik uiteindelijk ook bij terechtgekomen. En RTL had toen ook rechten voor de Europa League. Ja. En waren toen ineens ook op zoek naar een commentator voor de Europa League. En omdat ze wisten dat ik bij Fox dingen deed, heb ik daar ook een testje voor gedaan. Kwam ik bij de samenvatting van de Europa League. En toen ging het ook weer heel snel, want vervolgens zochten ze ook weer ineens een live commentator, omdat de andere wegviel. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk binnen een paar maanden ineens Ajax, PSV en Feyenoord live op de Europa League RTL 7 gaan doen. En daar verbaasde ik mezelf eigenlijk ook een beetje mee dat dat zo snel ging. En ja, toen gingen de rechten Europa League naar een andere zender en kwam Champions League bij RTL. En waren ze over mij dusdanig tevreden dat ze besloten om mij mee te nemen naar de Champions League. Ja, dat is natuurlijk een geweldige eer en mooi dat dat gebeurt. En ook heel snel dat dat gebeurt. Maar ik besef echt ook wel dat dat te maken heeft met een aantal toevalligheden die op dat moment samenkwamen. Voor mij in dit geval gunstig. Wat maakt een goede voetbalcommentator? We hadden het net over van iedereen heeft favorieten. Ja, of heeft dat echt met smaak te maken? Dat is echt smaak, vind ik wel. Uiteindelijk zitten er alleen maar mensen die het echt goed kunnen. Daar moet je van uitgaan, want anders dan gaan ze die wedstrijden niet doen. Het heeft wat mij betreft alleen maar met smaak te maken. Iedereen heeft zijn voorkeuren. Ik denk dat dat bij commentatoren onderling ook zo is. Je hebt jongere commentatoren, vaak ook een andere stijl. Ik denk dat mijn stijl wat meer het verhalende, vertellende is. Waardoor ook mensen soms vinden dat ik te veel praat. Mm-hmm. En dat mag, want dat is mening en dat is ook goed. Er zijn mensen die me sturen, ik vind het juist leuk. Want Teun is degene die achtergrondinfo geeft die bij die wedstrijd past. En verder niet zoveel opsmuk, dat ben ik ook niet. En kijk je naar Siert, de Vos, die heeft veel meer verhalen. Ja. En die heeft ook veel meer dingen die niet op het veld gebeuren. En daar heb je ook voor- en tegenstanders. Dus dat is wat mij betreft echt smaak. En iedereen moet daarin gewoon voor zichzelf bepalen wie die fijn vindt en niet. In de tijd dat je voor RN7 of toen nog daarvoor RTV Nijmegen N1 commentaar gaf. Wat is de wedstrijd die het meest is bijgebleven van NEC? Poeh. Zijn er wel meerdere hoor. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me wel een wedstrijd kan herinneren in de Goffert tegen Vitesse. Dat was de play-off wedstrijd. Daar is later ook nog een clipje van gemaakt met het commentaar eronder. Of die bal van Conboy nou wel of niet over de lijn was. En ik moet heel eerlijk bekennen, het hele promotieseizoen en dat jaar blijft me ook altijd wel bij. Al moet ik bekennen dat toen bij de radio Erwin Schipper erbij kwam, dat ook wel heel erg leuk was. Want dat was al gewoon ook een welkome toevoeging toen Bart vertrok, want we hadden gewoon echt commentatoren tekort. Ja. En met Erwin heb ik gewoon ook heel veel pret gehad in die tijd. En die heeft nu ook het stokje van mij weer daarna overgenomen. Ja, ja, ja. Het is wel leuk, want daar zit er nog best wel een beetje vast groepje natuurlijk. Ja, wat jij Aram, nog steeds kent. Ja. Dennis. Ja. Ja. En is ook leuk als je nu, dat jullie elkaar ook wel eens tegenkomen nu nog bij wedstrijden. Ja. Alleen dan voor een andere werkgever, maar dan zit je toch naast elkaar. Ja, dan zitten we naast elkaar. Ik heb zelfs nog volgens mij dit seizoen één wedstrijd voor RN7 gedaan tegen Heracles. Heracles uit, ja, klopt. Dus dat wil ik er ook wel inhouden. Dat het één keer per jaar nog een beetje feeling met elkaar is en dat er ook een beetje feeling met de club waar het allemaal begon, dat die blijft bestaan. Gaan we zeker doen. Zo, dan hebben we het rondje rondgemaakt, rondje Goffert. Kort rondje eigenlijk maar. Hè? Eigenlijk is het maar een kort rondje. En dat betekent dat ik nog maar één vraag kan stellen. En dat is eigenlijk een dilemma. Denk ik dat het een dilemma is voor jou. Commentaar geven. Of bij de WK-finale, of de wedstrijd waarin NEC kampioen wordt, eredivisie. Ja, dat is toch een vrij makkelijk dilemma, Maurice. Dan ga ik voor de WK-finale. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel een makkelijke keuze. Hoogst haalbaar, hè? In voetbal überhaupt. En dus ook voor een commentator? Het is de grootste wedstrijd in het voetbal. Ik heb niet de illusie dat dat snel staat te gebeuren, want WK is onderdeel op dit moment van de publieke omroep. En daar werk ik niet, dus dat is ook heel makkelijk. Voor mezelf heb ik wel stip op de horizon, dat doe ik telkens, om te kijken of ik nog verder kan komen. Dat was toen ik bij N1 zat, die eerste wedstrijd in een groot stadion. Nou, dat is toen gelukt en zo ga je verder. En nu heb ik voor mezelf bij ESPN wel de doelstelling om te kijken of het mogelijk is om wedstrijden van PSV, Feyenoord en Ajax te doen. Dus de top 3 in Nederland, dat zijn natuurlijk
topwedstrijden met hoog niveau. Om te kijken om daar naartoe te groeien. En bij RTL is natuurlijk dan bij Champions League de doelstelling om een keer een Champions League finale te doen. En tot die tijd heb ik heel veel plezier in alle andere dingen die ik doe. En maakt het me eigenlijk niet zoveel uit, want ik ben gewoon echt een liefhebber. Ik vind het superleuk werk. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. En welke wedstrijd ik ook krijg, ben ik tevreden mee. Maar het is wel goed om scherp te blijven en in ontwikkeling te blijven, want anders word je niet beter. Dankjewel. Tot in de Goffert, Teun. Tot in de Goffert.